Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Van deze kant uit, maar ook namens het ministerie van Volksgezondheid, wensen wij u alsnog vrolijke paasdagen toe. Afgelopen donderdag werd er verder gevaccineerd in het revalidatiecentrum. Dit keer was het de beurt aan de groep mensen die een beroerte hebben opgelopen. De vereniging Verder na een beroerte heeft deze dag mogelijk gemaakt in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis en de mobiele vaccinatieunit. Mijn naam is Amirani Jarbandan. Ik ben secretaris van de vereniging Verder na een beroerte, afgekort VVB. We zijn een vereniging sinds 10 oktober 2006. En het doel van de vereniging is om op te komen voor de belangen van de mensen die een beroerte hebben gehad en ook voor de mantelzorgers. En vandaag is een van de belangen van de leden van de vereniging dat ze dus ook gevaccineerd worden tegen C19, dus corona. En we hebben dan georganiseerd samen met de mobiele unit, samen met het AZP, want we zijn nu in het revalidatiecentrum dat valt onder het Academisch Ziekenhuis. En de vereniging Verder na een beroerte is een belangengroep van de academische van het Academisch Ziekenhuis, dus dan mogen we ook hier ter plekke in het revalidatiecentrum vandaag meedoen aan de vaccinatiecampagne die nationaal wordt georganiseerd. Dus onze contactpersoon, mevrouw Carmela Fernandez, heeft dus zich heel flexibel opgesteld en is hier met de mobiele unit om ongeveer 30 mensen vandaag te vaccineren. Dus we zijn dan heel blij dat we dat mogen doen. Waarom? Er zijn heel veel mensen hier die niet lang kunnen zitten. Zitten lijkt comfortabel, maar het is niet comfortabel met iemand die een beroerte heeft gehad. Dus die hebben vooral spasticiteit, pijnen. Dus ze kunnen niet lang staan, ze kunnen ook niet lang zitten. En willen het liefst zo snel mogelijk ook naar hun comfortabele ruimte. En dat is meestal thuis. Nadat bekendgemaakt werd dat er trombose geconstateerd is bij mensen die zijn gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, gingen verschillende Europese landen over tot het voorlopig stopzetten van het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. In deze editie van het COVID-19-journaal laten wij de cardioloog Dr. Oelers aan het woord. Hij legt uit wat een trombose is. Dat is inderdaad zo dat in een aantal Europese landen en recentelijk in Canada, mogelijke andere landen waar ik niet per se daarvan op de hoogte ben, waar men
gevonden heeft bij een aantal patiënten dat een trombose gevonden heeft. En het schijnt dat het vooral een trombose is in een van de holten van de hersenen, maar ook elders. Er is niet direct een link met wat we noemen een trombosebeen of een longembolie. Trouwens met het stollingsgeheel, stollingsmechanisme zoals wij dat kennen, en gevolgen daarvan dat er bloedpropjes ontstaan in vooral het adelijke deel van de bloedvaten, dat het mechanisme niet hetzelfde is als wat men gevonden heeft bij AstraZeneca. Daar schijnt een verband te zijn tussen die trombose en een laag trombocytengehalte. Trombocyten, dat zijn de bloedplaatjes. Men noemt het ook wel het verband van het lichaam in het bloed. Want wat doen die bloedplaatjes? Die bloedplaatjes die kunnen onder bepaalde omstandigheden kunnen ze klonteren en dan een propje vormen. Iedereen kent dat fenomeen wel van als je een krasje hebt, dat het bloed en dan stopt het vanzelf. En als je kijkt, dan zie je een rood korstje. Nou, dat is een klontering van bloedplaatjes. En dat als het in het bloedvat plaatsvindt, nou slagader op de ader, dan spreken we van trombose. En trombose is iets dat lokaal ergens in het vaatstelsel zit en daar blijft. En als een stukje daarvan losraakt en versleept wordt door het bloed, of in het adelijk deel of in het slagaderlijk deel, dan praat men over een embolie. En vele mensen hebben gehoord van een longembolie, omdat uit de bloedvaten van het been kunnen propjes losraken en in de longslagaderen vastzitten. Dat is dus longembolie. Terugkomend op AstraZeneca, vaccin en trombose, dat heeft men inderdaad gezien. En men heeft ook een oorzakelijk geheel gevonden. Het moet wel gezegd worden dat, en daar moet men wel beseffen wat het is, er zijn miljoenen mensen wereldwijd reeds gevaccineerd. En men heeft enkele tientallen gevallen van trombose gevonden. Ja, en dit is dan een bijwerking. Ja, een complicatie als gevolg van het vaccin. Dat maakt het beduidend. Het is beduidend dat daar iets daar gezocht moet worden naar de oorzaak, dat je in een vroeg stadium kan weten of er meer mensen daar problemen zouden moeten krijgen. Wie is eerder vatbaar daarvoor? Wie heeft een risico daarvoor? Het is zo dat in Amerika de Food Drug Administration, FDA, en de EMA in Europa gezegd hebben, gebruik het door. Op basis van laag voorkomend percentage van trombose. Ja, enkel tientallen op een aantal miljoen. Ja, dat is, zou je kunnen zeggen, als het niet om mensen ging, dat het te verwaarlozen is. Maar als één persoon het heeft, moet je het nader gaan bekijken. Moet je het nader gaan onderzoeken. En vandaar dus dat deze twee grote toonaangevende organisaties zeggen, en de WHO dat ook zegt, van er zijn veel meer voordelen dan nadelen aan welk van die COVID-vaccins dan ook, en in deze om de AstraZeneca, dat je dan moet doorgebruiken. Maar het onderzoek daarover gaat door. De combinatie is van embolie of een trombus met een laag bloedplaatjesgehalte. En dat is niet wat je in een normale trombosegeval ziet. Maar een trombose, zoals u zegt, de normale trombose, om het en het onderscheid te maken met dat van AstraZeneca, is dat er op een bepaald moment, onder bepaalde omstandigheden, die bloedplaatjes gaan klonteren in het bloedvat, of het nou de arterie is, de slagader is, of de ader. En die klontering kan zodanig zijn dat die een bloedvat afsluit.
En dan heb je dus dat het voortgang van doorstroming van het bloed geblokkeerd wordt. En dan heb je dan een probleem. De meest voorkomende vormen van trombose zoals men dat kent, dat is trombosebeen of de longembolie. Dat zijn de meest voorkomende vormen. Er zijn ook wel heel veel andere vormen. En het is afhankelijk van waar het plaatsvindt dat het ernstige gevolgen heeft. In het been heeft het minder ernstige gevolgen dan in de longen. En er zijn een aantal factoren, die we risicofactoren noemen, die de kans verhogen op het verkrijgen van of het ontwikkelen van trombose. En dat zijn dus zaken zoals hoge bloeddruk, roken, suikerziekte en nog een paar andere, maar heel specifiek ook, vooral bij vrouwen die de pil gebruiken, ja? Die een verhoogd risico daarop hebben. En twee, het nog hoger wordt als ze hoge bloeddruk hebben en roken. Dat ze dan 3 tot 4 maal veel meer kans hebben op. Het normaal voorkomen van trombose is 1 op de 10.000. Daar kan je globaal van uitgaan. In welke populatie dan ook van mensen. En naarmate de leeftijd vordert, neemt de kans toe. Dat het zelfs boven 70 jaar 1 op 1.000 kan worden. Dus je kan zelf nagaan van hoeveel mensen in Suriname een vorm van trombose hebben of hebben gehad of kans daarop maken. Maar er zijn ook andere momenten waarop je dat kan hebben. En dat is ook als je een lange vliegreis maakt en niet beweegt in het vliegtuig en de adviezen niet opvolgt. Het is de kans groot dat je, als je geland bent, binnen 24 of 48 uur trombose in je benen ontwikkelt. Maar ook als je weinig lichamelijk actief bent. Bijvoorbeeld je bent ziek en je ligt een aantal dagen in bed, of je bent opgenomen in het ziekenhuis en ligt in het bed. Of op de intensive care of zoiets. Vandaar dat in dat soort gevallen, of na een operatie, dat men uit voorzorg heparine geeft. Dat is een middel om te voorkomen dat die bloedkolontering plaatsvindt. Dus trombose komt nogal eens veel voor. Veel meer dan we denken dat het is 1 op de 10.000. Als je dan dat projecteert op de Surinaamse samenleving van 600.000, dan heb je al 1 op de 600 of 6.000 mensen die dat al kunnen hebben. Dus het is een van de meest ondergediagnosticeerde aandoeningen, om het zo te zeggen. Het is alom bekend dat na gevaccineerd te zijn er bijwerkingen zullen optreden. Voor alle duidelijkheid geeft dokter Oelers aan dat er altijd bijwerkingen zullen zijn, bij welk vaccin dan ook. Een groot deel van de klachten en de verschijnselen die mensen krijgen na een vaccinatie, niet alleen de COVID, maar ook als je een griepvaccinatie krijgt of een andere, dat je dan klachten en verschijnselen kan hebben die horen bij dat, bij vaccinatie, omdat, dan moet even houden op griep en de COVID, zijn trouwens familie van elkaar, omdat ze dezelfde virusfamilie zijn, de coronavirussen, is dat je de ziekte krijgt en dan krijg je een aantal verschijnselen. En dat zijn koorts, lichaamspijnen en dat soort toestanden. Als je een vaccin krijgt, en het vaccin is of een verzwakt virus, dus het is dezelfde virus, maar hij maakt je niet echt ziek, of het is een deel van het virus, om het zo te zeggen. En het is bedoeld om jouw immuunsysteem te triggeren, dus om het te alarmeren. Van er is iets vreemds in het lichaam, dus de soldaten in het lichaam moeten gemobiliseerd worden. En dat zijn je dus immuuncellen, je immuunsysteem. Dat is je afweersysteem, zoals men dat noemt. Die vallen dan zo'n dingen aan.
Dus zij worden gemobiliseerd. Maar ze worden dan zodanig getriggerd dat elke keer als een virus binnenkomt, ze onmiddellijk reageren en dat er geen vertraging is in die reactie. En dat is wat dan gebeurt als je gevaccineerd wordt. Dat net zoals je die ziekte zelf krijgt, dat je bent eigenlijk in een afgezwakte vorm je de ziekte krijgt. Dus als je die verschijnselen krijgt, moet je juist blij zijn, want dan weet je van, mijn systeem heeft erop gereageerd. Bijwerkingen zijn andere zaken die niet bij het ziektebeeld horen of bij het vaccineren. En dat is onder andere dus die trombose. Dat is een echte bijwerking, een complicatie erbij. Over het algemeen moet u ook zo zien dat vaccineren de persoon in eerste instantie zelf beschermt. En het is bedoeld dat je, als je die besmet raakt met die virus, dat je lichaam daarop al afgestemd is en ervoor zorgt dat je de ziekte niet zo heftig krijgt of helemaal niet merkt dat je die virussen gehad hebt. In afval zal het niet zo zijn of moeten zijn dat je heel ernstig ziek wordt en dat je opgenomen wordt en dat je allerlei complicaties krijgt. Dus het gevaccineerd zijn beschermt je in eerste instantie zelf. Het is niet zo dat je niet meer besmet kan worden, je kan nog altijd besmet worden. Maar je lichaam is daarop. En op het moment dat er weefselcontact is, dan worden die virussen aangevallen. Dus er moet nog onderzoek gedaan worden om te bewijzen dat je andere mensen kan besmetten. Maar als je heel veel mensen hebt die gevaccineerd zijn, dan kan je de mate van waarin de ziekte zich gaat verspreiden, kan je dan controle, beheersbaar maken, maar zeker terugdringen. Dat het zodanig wordt dat het wel voorkomt in de samenleving, maar dat het niet tot excessen leidt, niet tot epidemieën leidt. Curaçao heeft het hoogste aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners ter wereld. Nederland schiet met vaccins te hulp. Buureiland Aruba maakt zich op patiënten op te vangen en Nederlandse toeristen kregen vandaag een oproep het eiland te verlaten. Het aantal besmettingen op Curaçao neemt snel toe. Van donderdag op vrijdag werden er 431 mensen positief getest. In het enige ziekenhuis dat coronapatiënten behandelt, ligt de intensive care vol. In totaal liggen er 103 mensen in het ziekenhuis, van wie iets meer dan 30 op de IC. Omgerekend naar de bevolkingsomvang is dat enorm veel. In Nederland zou het dan om 3300 IC-patiënten gaan. Om die vaccinatie snel uit te breiden, zijn vrijdag zo'n 30.000 doses vanuit Nederland ingevlogen. En we zijn met dit nieuws over Curaçao aan het eind gekomen van dit journaal voor vandaag. Ook in Suriname zien we een stijging voor wat het aantal positief getesten betreft. Dit komt ervan als we de regels niet naleven. We mogen een derde golf niet hebben in Suriname. Hou je nog steeds aan de Mohana-maatregelen voor jouw eigen bestwil en ook voor jouw naasten. We zien elkaar woensdag weer bij een andere editie van het COVID-19-journaal. Een fijne dag voor u.